Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht op maandag 6 maart. Even kijken of ik het goed heb. Ja, helemaal goed. Oh, ik heb wat in mijn agenda geschreven en ik kijk naar mijn handschrift en ik denk van, wat staat daar? Er is vandaag een echtpaar 60 jaar getrouwd. Ik hoop dat veel echtparen dat mee mogen maken en ik hoop dat ik dat ooit ook mee mag maken. En wat is dat toch fijn, dat je dat mee mag maken, dat je 60 jaar bij elkaar bent. 6 maart. We zijn vandaag een 52-7 dag en dat betekent dat je soms eventjes iets moet doen om de balans te herstellen, zodat je ook geestelijk weer helemaal... het balanspunt hebt gevonden. Wat helpt is de balansoefening met de lemmische kaartjes. Kan je ook gewoon inderdaad zo in de lucht doen. Ik zal even proberen of ik me kan herinneren als ik straks alles klaar ga zetten, dat ik hier op maandag het balansoefening filmpje even doe. Het is leuk om met de kinderen ook in de vakantie te gaan doen. Het is wel een dag waarop die kinderen heel vervelend kunnen zijn. De witte raaf, vertrouw op de magie. K63. In het universum is er niets voor niets, want alles is onderdeel van het fijnmazige web van het leven en dat is al sinds het begin der tijden. Toevalligheden zijn dan ook van betekenis en de boodschap aan de Witte Raaf herinnert je eraan om aandacht te besteden aan synchroniciteit, zodat je misschien bepaalde patronen gaat herkennen. Zelfs de wind waait en danst in een magisch patroon, in een anticipatie van het grotere plan van Spirit. Stem je af op het hoogste goed en intenties en je zult zien dat de Witte Raaf je kracht geeft als bondgenoot en boodschapper van Spirit. Stem je af op het licht en je zult herkennen dat alles harmonieus samenwerkt op een manier die je niet altijd met het oog kan zien en met het verstand kan bevatten. Het universum werkt nu met en namens jou. Het trekt je naar het licht en schenkt je de magie en de wonderen waar je recht op hebt. Je moet nu vertrouwen op de magie die overal en in alles aanwezig is. Schenk aandacht aan de manier waarop de dingen op magische wijze samenkomen. Je zult goddelijke hand zien die alle dingen ten gunste van jou tot stand brengen. Prachtig. Ik ga jullie een hele mooie maandag wensen. Zeker als de energie druk is en nog wat zonneactiviteit is of de Schumann druk is, dan kan het best wel een zware dag zijn. Ga je lekker douchen, ga lekker bij jezelf blijven, drink voldoende water. Ik wens jullie een prachtige maandag, want het kan ook heel veel zegeningen brengen. Dag lieve mensen!